En u heeft me wel zien bewegen met mijn lippen, maar vervolgens niets gehoord. Nou ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij de week van GIP met 14 webinars en 39 sprekers. Mijn naam is Elise Vink, ik ben projectleider bij GIP op Informatie. Vandaag hebben we een webinar over kwaliteitszorg binnen informatiebeheer en we hebben in totaal 4 sprekers. De eerste spreker is Eva Breuer. Eva, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dan zal ik beginnen. Mijn naam is Eva Breuer en ik ben recordmanager bij Provincie Zuid-Holland. En ik kom iets vertellen over onze ervaring met het kwaliteitssysteem. Ja, toen ik ben begonnen bij de provincie werd mij gevraagd of ik iets wilde helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem. We hadden in 2017 ook al eigenlijk een volledig kwaliteitssysteem. Maar dat was in de Labeland en dat was erg jammer. En dan wilden ze deze keer zorgen dat het niet gebeurde. Dus we wilden het anders aanpakken. Toen zijn we aan de slag gegaan. Ik kan naar de volgende slide, thanks. Nou ja, om eigenlijk te beginnen moet je eerst weten wat je verstaat onder kwaliteit. Nou, bij ons is dat de mate waarin ons informatiebeheer goed is aan bepaalde normen voldoet. Dan kan hier door naar de volgende. Ja, nou ja, voor de mensen die nog iets hebben van waarom heb je nou een kwaliteitssysteem nodig, of voor de mensen die het wel weten, maar management nog moeten overtuigen. Een kwaliteitssysteem is eigenlijk een instrument om te toetsen of alles nog gewoon werkt zoals het hoort te werken. Je kunt het gewoon 1 keer per jaar of eventueel meerdere keren doen en te kijken hoe het met informatiebeheer ervoor staat. Daarnaast kun je het ook eigenlijk als verantwoording gebruiken richting het college, omdat je gewoon in 1 overzicht hebt wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Maar ja, als je een kwaliteitssysteem hebt, dan zorgt het voor een efficiëntere bedrijfsvoering, omdat je weet, je hebt een overzicht van de informatie. Je weet waar het staat, het is makkelijk vindbaar, het scheelt tijd, energie en geld. Daarnaast, omdat je dus weet waar het staat en alles makkelijk vindbaar is, heb je ook een betere dienstverlening, omdat je een sneller antwoord hebt. Een klant hoef je geen dingen dubbel te vragen, dus dat is gewoon een prettige ervaring. Daarnaast, wat ook belangrijk is, een reconstructie van het overheidshandelen en het historisch onderzoek op lange termijn. Nou ja, waarom is informatiebeheer zo belangrijk? Omdat we moeten verantwoorden waarom we bepaalde beslissingen hebben gemaakt. Dus we moeten kunnen nagaan op basis waarvan die beslissing is gemaakt. En natuurlijk historisch onderzoek ook op lange termijn. Als je archieven en informatiebeheer op orde is, is er ook goed historisch onderzoek mogelijk. En de vierde is natuurlijk ook voor ons heel belangrijk. We moeten voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals artikel 16 van de archievenregeling, dat de zorgdrager moet zorgdragen dat het beheer van een archief bescheiden aan toetsbare eisen voldoet door middel van het inzetten van een kwaliteitssysteem. Voor de archiefwet moet je informatiebeheer en archiefbeheer op orde zijn. Dan kan die door naar de volgende. Ja, Eva, ik had even een vraag tussendoor. Ja, wat voor opleiding volg je om dit soort werk te kunnen doen? Er zijn verschillende opleidingen. Ik weet niet of het eigenlijk nog steeds staat, maar er was vroeger in ieder geval de SOD. En ik momenteel volg de leergang adviseur record management van VAIC. En daar komen dit soort onderwerpen ook aan bod. Maar voorheen had ik zelf geen ervaring en had ik geschiedenis gestudeerd. Dus het kan alle kanten op gaan. Nou, dat is hoopvol voor de luisteraars. Dank je wel. Ja, zeker. Oké, dan kan die door naar de volgende. Nou ja, we hebben goed nagedacht over hoe we ons kwaliteitssysteem wilden inrichten. We kwamen op deze 5 onderwerpen uit. De eerste is algemeen beleid en kwaliteit. Dat gaat eigenlijk over interne regelgeving en beleid. Zo heb je je visie, beleidsdocument, besluit informatiebeheer. Dat staat er allemaal in. En ook wij hebben een informatiestructuurplan, ofwel het DSP, kan je daar ook in noemen.
De tweede is voldoen aan wet en regelgeving. Dat gaat dus om de externe wet en regelgeving, zoals de archiefwet, archiefregeling, de WO enzovoort. De derde is de competente organisatie en medewerkers. Kwaliteitssysteem goed te laten werken of je informatiebeheer goed op orde te hebben, heb je ook bepaalde middelen en een bepaalde kennis nodig. En dat wilden we ook toetsen of dat dan nog voldoet of waar eventueel verbetering kan zijn. De vierde is wat we voorheen ook vaak over het hoofd hadden gezien, maar eigenlijk net ook wel belangrijk is, dus de klantwaardering en de participatie. Want wij kunnen wel heel mooi allemaal instructies opzetten en zo, maar als het niet aankomt bij de klant, ja, dan gaat er toch iets mis. Dus dat vonden we ook heel belangrijk om te toetsen. En de vijfde is het auditprogramma, dus hoe vaak je het kwaliteitssysteem zelf toetst. Ja, nou heb ik nog een vraag, geloof ik. Ja, niet van mij specifiek, Eva, maar in dit geval van Patrick. Die lijkt wat insight information te hebben gehad of in ieder geval iets gelezen te hebben. Maar hij vraagt, waardoor is het vorige kwaliteitssysteem in de la beland? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar wat ik zelf heb gezien was dat het een heel groot document was, een heel boekwerk. En zeker toen ik moest beginnen dacht ik, hoe verhoudt het zich allemaal tot elkaar? Dus ik denk dat dat de reden is. En nu hebben we ook geprobeerd om het iets compacter te maken. We zijn er nog niet helemaal. Wat ik denk dat ik ook nog ben vergeten is, ons kwaliteitssysteem is een concept. Het is nog niet vastgesteld. Dat is heel belangrijk om te vertellen. Dus we zijn er nog heel hard mee bezig om het nu wel goed te laten borgen in de organisatie. Oké, dankjewel. Dan kan die door naar de volgende. Nou ja, hoe gebruik je het? Dit is eigenlijk hoe het eruit ziet. We hebben het in een werkdocumentje nu gezet. Ik zal het straks laten zien. We beginnen bij de linkerkant dat we gewoon de normen hebben opgesteld die we willen laten toetsen. Daarnaast heb je de score, conform tekort of kritisch tekort. Dan de taakverantwoordelijke. Dit is nog wel een oud beeld, zeg maar. Dus we zijn er nog niet helemaal over uit. Zal ik straks iets meer over vertellen. Maar en het is wel belangrijk om de functie daar te vermelden en niet gewoon een naam, want dan is het beter toekomstbestendig. Daarnaast hebben we risico, laag, midden of hoog. Wat is het risico als je dat je loopt als je die norm, als je daar niet aan voldoet? En de eventuele toelichting. Dan ga ik nu door naar mijn documentje. Eva, ik heb nog steeds een vraag voor je. Ik blijf vragen. Er wordt gevraagd door Sjoerd Zijlstra. Werken jullie ook met een checklist, steekproeven voor de kwaliteitsbewaking van de dossiers? Die hebben we wel. Ja. Dus we hebben monitoring en sturing, dat noemen we nu audit. Die wordt gedaan om te kijken of het eraan voldoet. En we hebben ook mijlpaaldocumenten die daarin moeten zitten. Dus dat is een soort van onze checklist ook, ja. Dus dan ga ik nu naar mijn document, ga ik het even delen. En ik kan niet het hele document laten zien, want het is te groot. Maar wel gewoon om jullie een indruk te geven. Dit is het document. Het is nu een Word document. Maar dit kan in de toekomst wellicht anders zijn dat we een bepaald systeem aanschaffen dat het wat overzichtelijker maakt of wat makkelijker in te vullen. Maar we hebben dus, ik zou even weer naar boven gaan. Dit is dan de opdeling. We hebben eigenlijk twee delen. Eerst van hoe je het gebruikt, wat ik net ongeveer heb uitgelegd. En dan de echte toets met de normen kaders. Zal ik even kort laten zien. Gaat wat trager. Dit is dan de inleiding en wat we onder bepaalde termen verstaan. Staan we hier opgeschreven. Dan de indeling. Ja, en dan moet je hoe je het gebruikt. Even kijken. Ja, het scrollen gaat iets langzamer dan ik had verwacht. En dan hebben we hier de verantwoordelijkheden. Even kijken, zo gaat het beter. En dan beginnen we hier echt aan het tweede deel waar het om gaat. En dan ziet het er zo, zoals ik net al liet zien, ziet het eruit. We hebben ook de bronnen toegevoegd. Waar we het vandaan hebben gehaald. En zo ziet het er. Zou ik even kijken naar de tweede deel.
Ja, en dan kom je hier en zo ziet het eruit. Het is nu een document van 36 pagina's. Ja, en we moeten nog even kijken of het nog korter kan. Maar dit was wat ik wilde laten zien, dus ik kan hier weer verder naar de presentatie. Ja, Eva, je zei net, jullie gebruiken het liefst rollen hè, in plaats van namen. Ja. Omdat dat wat bestendiger is, zei je. Maar loop je dan niet tegen het risico aan dat niemand zich verantwoordelijk voelt, persoonlijk? Tuurlijk, maar daar, dat is ook iets wat ik ja, nu eigenlijk ook op wilde komen, is dat we heel erg in gesprek gaan met de mensen en echt heel duidelijk willen hebben dat de mensen weten wat hun taak is. Dus ja. Ja, er moeten dan nog onderlinge afspraken gemaakt en dat kan dan eventueel een ander document, wie dat dan precies is. Maar ja, dat... Ja, als je het zo algemeen laat, je moet wel verder in gesprek gaan. Ja. Duidelijk. Ja, we hebben dit documentje door onze eenheid audit en advies laten toetsen. Omdat we er zeker van wilden zijn dat we niks misten. En dat we voorkomen dat het weer in de la belandt. Dus zij kunnen hoog overkijken en zijn wat objectiever of ja, zien meer verbanden. En daar kwamen wel een aantal dingen tegen het licht waar we inderdaad ook... Ja, tegenaan lopen. En dat is dat we ontbrekende of verouderde beleidsdocumenten hebben. Zo'n besluitinformatiebeheer en onze archiefverordening. Die zijn verouderd, daar zijn we wel mee bezig. Maar ja, dat moet wel gedaan worden voordat dit goed kan werken. We hebben ook bijvoorbeeld geen kwaliteitshandboek. En dat hebben zij gezegd, dat zou eigenlijk als een soort paraplu documentje... kunnen fungeren waarom je alle andere documenten aan kan hangen. Ja, en dan verder het beleg van verantwoordelijkheden. Daar lopen we nu heel erg tegenaan, omdat het kwaliteitssysteem en de informatiebeheer werd dus ja, eigenlijk echt van de oude DIF-afdelingen gezien. Maar wij zien ook steeds meer een verandering dat het niet alleen van ons team of bureau is, maar eigenlijk ook van de afdeling en zelfs van de hele organisatie. En zover is de organisatie nog niet helemaal. Dus daarom heb ik ook organisatiecultuur is ook een ding waar we nog tegenaan lopen. En ik ben nu wel in gesprek met ons managementteam van de afdeling om te kijken hoe we dit aanpakken. Want ik ben ook niet de enige die hier tegenaan loopt. Ja, dus dat is eigenlijk het grote. Inhoudelijk waren er ook een kleine dingetje, maar die kunnen we wel aanpassen. Maar echt de beleidsdingen en de verantwoordelijkheden, dat is wel het grootste probleem op dit moment. En vandaar dat het nog een concept is en nog niet vast is gesteld. Dus dat was het eigenlijk wat ik wilde vertellen. Nou, ik heb nog wat vragen binnengekregen. Ja. Eentje daarvan is Eva. Op basis waarvan hebben jullie het kwaliteitssysteem ingericht? Kido, Kido Light, iets anders? Ik heb eigenlijk echt van alles erbij gepakt. Ook de bio en... ik heb alles gekeken en ook voorbeelden van andere gemeentes. En die heb ik allemaal bij elkaar gepakt. En ja, dus dat eigenlijk. En ook alle wetten doorgenomen en doorgespit of daar nog iets in stond. Ja, ja. Oké. Dan vraagt Patrick op wie of welk niveau heeft of is besloten dat dit systeem geïmplementeerd gaat worden of gebruikt gaat worden? Nee, wie dat heeft besloten, ja, ik denk voornamelijk mijn teamleider dacht van dit moeten we vernieuwen, dit willen we echt laten werken. En ja, ik merk dus dat omdat we van beneden naar boven werken, dat wel wat ja, problemen of wat strubbelingen levert. Dus ik zou, als je nog moet beginnen, eigenlijk adviseren om het zo hoog mogelijk te beginnen bij het ja, hoogste management mogelijk. Om te laten aantonen dat dit echt moet gebeuren. Ik denk dat je dan ook meer medewerking krijgt en dat helpt om het beter te borgen in de organisatie. Prachtige antwoord. Dan is er natuurlijk altijd een geïnteresseerde die vraagt, als straks het document niet meer in concept is, zou je dat dan ook willen delen? Zeker, ja.
Nou, dat is sowieso altijd fijn. Dus dat gaat dan gedeeld worden. En wij zullen dat dan doen ook middels het forum van GRIP. En ook via dit webinar nog delen met jullie. Ik denk dat het even duurt. Trouwens. Ja. Dus heb geduld. Ja, dat lijkt me prima. En anders kunnen ze altijd nog eventjes aan de bel trekken. Wanda vraagt, archiveren en controleren jullie centraal of doen jullie de controle over meerdere applicaties? Beide. We hebben ons DMS-systeem. Dus daar wordt het eigenlijk soort van centraal geregeld. Maar we zijn wel bezig met het informatiebeheer over applicaties. Dat loopt nog niet altijd zo makkelijk. En natuurlijk kunnen we nog niet alle applicaties overzien. Maar we zijn met ons informatiestructuurplan ook bezig om alle applicaties waar archiefwaardige informatie in zit. Om dat daar ook te benoemen. Dus we zijn ermee bezig om het eigenlijk decentraal aan te pakken. Oké. En dan vraagt Adrie, hoeveel tijd denk je dat het toepassen van het kwaliteitssysteem gaat kosten binnen de organisatie? Dat vind ik een lastige eigenlijk. Het ligt er ook aan hoe je het gaat doen. Want je kunt natuurlijk het hele kwaliteitssysteem 1 keer per jaar doen. Dan kost het natuurlijk meer tijd. Wij zijn er eigenlijk voor om, of ja, we willen eerst een nulmeting laten doen. En als er daar echt kritieke dingen uitkomen, om dat dan het jaar daarna aan te pakken. Dus dat zou dan een klein deel zijn, dus dan kost het minder tijd. Maar ja, ik vind het echt heel moeilijk, omdat ik het zelf nog nooit eerder heb gedaan, zou ik het ook niet weten, nee. Nou, lijkt me ook een duidelijk antwoord. Oké, Eva, heel hartelijk bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Ja, graag gedaan. Dan gaan we over naar de collega's van het waterschap Limburg. In dit geval Laurent Jannessen en Marnik Bronkhorst. Sorry Laurent, ik altijd een prachtige naam, maar ik breek altijd een beetje mijn nek erover. Welkom heren. En ik heb begrepen dat jullie ook jezelf gaan introduceren. Dus Laurent, Marnik, take it away. Ja, wij stellen ons ook even kort voor. Wij gaan het ook hebben over het kwaliteitssysteem van Waterschap Limburg. Dus je mag graag de volgende dia. Ik ben Laurent Jannessen. Ik ben senior adviseur informatievoorziening binnen het cluster informatievoorziening, data en monitoring bij Waterschap Limburg. En heb mijn verantwoordelijkheid op het gebied van informatievoorziening en monitoring. Nu kan Marnik zich even kort voorstellen. Ja, ik ben Marnik Bronkhorst. Ik ben werkzaam als data scientist bij Waterschap Limburg. En ik heb gewerkt aan het opzetten van het kwaliteitssysteem informatiebeheer wat momenteel gebruikt wordt. Oké, dankjewel. Nou, even kort, wat is Waterschap Limburg? Nou, Waterschap Limburg is het waterschap van de provincie Limburg. Wij staan voor veilige dijken, droge voeten en schoon water, net eigenlijk als alle andere waterschappen. We zijn een organisatie van ongeveer 350 FTE groot. En ons kantoor ligt in Roermond. En eigenlijk tijdens de coronaperiode hebben wij ons pand van buiten helemaal vergroend. Dus wij hebben verticale groene wanden gekregen, weet ik wat allemaal, om sowieso aan te voldoen aan het energie A-label. Dus dat is misschien wel leuk om heel even te weten. Graag de volgende dia. Waar gaan wij het over hebben? Wij gaan het hebben over ook hoe wij het kwaliteitssysteem informatiebeheer binnen WL hebben opgezet. Wat van onderzoek wij hebben gedaan, welke tooling we hebben gebruikt, wat voor kwaliteitsnormen er bij ons gelden. We hebben een nulmeting uitgevoerd en we hebben een keuze in inrichting van een beheerssysteem gemaakt. En vervolgens hebben we nog een stukje gaan we vertellen over hoe we dat organisatorisch hebben ingericht. Hoe zijn wij gekomen tot een informatiebeheer? Nou, we hebben in feite uit een IBT-audit hebben wij het advies gekregen van ga werken aan een kwaliteitssysteem informatiebeheer. We hebben dat als een opdrachtbeschrijving voor een HBO-afstudeerder hebben we gemaakt. Met als doel eigenlijk, we willen een zo praktisch mogelijk kwaliteitsinformatiesysteem. Wij willen niet een dik document wat mogelijk in een la verdwijnt, maar we willen het echt praktisch uitvoerbaar hebben. Dus wij hebben een afstudeerder HBO gevonden. Dat is in dit geval Marnik Bronkhorst, die dadelijk de presentatie overneemt. Die heeft een proof of concept gedaan.
ik moet zeggen, daar was ook de archiefinspectie die bij ons ondersteunt, die was daar erg van onder de indruk. En vervolgens heeft hij via een traineeship de opdracht gekregen om dat verder te implementeren. En samen met ons cluster hebben we dat proberen te borgen in de organisatie. Volgende dia. Wat mij betreft neemt Marnik Bronckhorst het nu over. Ja, het kwaliteitssysteem van Waterschap Limburg, dat is in 2020 is dat begonnen met opzetten. En ja, dat proces na het opzetten van dit kwaliteitssysteem, dat bestaat eigenlijk uit een 6 stappen. En de eerste waar we mee zijn begonnen is het uitvoeren van een onderzoek. De stappen komen overigens zo meteen verder aan bod. Daarna een stukje over de tools die we gingen gebruiken, kwaliteitsnormen die we wilden inzetten, vervolgens een nulmeting. En daarna nog een stukje over de keuze voor een beheerssysteem wat we daarvoor gingen gebruiken en de inrichting daarvan. En dat heeft eigenlijk in 4 eindproducten opgeleverd, namelijk een proces voor kwaliteitszorg, toetsingsnormen, een nulmeting en een beheertool. Dan gaan we nu naar het onderzoek. Ja, het onderzoek was eigenlijk dus de eerste stap. Ja, het doel van dat onderzoek was eigenlijk te gaan kijken naar van wat is überhaupt een kwaliteitssysteem informatiebeheer. Als je erin gaat opzetten, is het op zich wel, zou ik erg aanraden om eerst te gaan kijken dat je goed echt weet van oké, wat is het, wat houdt het in. Ja, vervolgens was eigenlijk een stukje kennis opbouwen over termen zoals NAN, ISO, KPI, DUTO. Dat zijn echt zaken die je veel terug ziet komen en dat is ook wel goed om te weten echt wat deze zaken betekenen. En als laatste was een stukje nog over welke tools zijn er beschikbaar en wat willen we gaan inzetten bij Waterschap Limburg. Nou, het resultaat hiervan dat was een onderzoeksrapport naar kwaliteitssystemen van informatiebeheer. En inclusief dan nog een proof of concept. Dan gaan we naar 2. Nou, het tweede stukje was dan de tooling welke we wilden gebruiken. En het kiezen van die tools is eigenlijk gebaseerd op een aantal criteria. En de eerste was de wet en regelgeving. Is duidelijk waarop kwaliteitsnormen gebaseerd zijn die in de tool omschreven staan. Het tweede stukje was standaardisatie. Is het toepasbaar gemaakt voor overheidsorganisaties? Dan had je nog een is er eigenlijk gelet op de compleetheid. We willen het zowel voor digitale informatie kunnen gebruiken als toch nog ook de fysieke die we hebben, de fysieke archieven. Kunnen we samenwerken met andere waterschappen? Vervolgens nog de toepasbaarheid. We willen. Eigenlijk Waterschap Limburg had nog helemaal niks van een kwaliteitssysteem informatiebeheer. Dus we zochten ook echt voor een tool die je kan helpen met echt vanaf de grond af aan opbouwen van je kwaliteitssysteem. En de laatste was ondersteuning. En dat meer in de zin van zijn normen en kaders duidelijk toegelicht in de tool. Zodat je ook weet wat er eigenlijk verwacht wordt. Nou, het resultaat hiervan was dat. Ja, uit deze criteria eigenlijk bleek dat Kido het beste bij ons aansloot. Dus hebben we eigenlijk ook ervoor gekozen om Kido als tooling te gaan gebruiken voor het opzetten van de kwaliteitssysteem van informatiebeheer bij Waterschap Limburg. Dan gaan we naar de volgende. Nou, dan stap 3 was het kiezen eigenlijk van kwaliteitsnormen die gebruikt gaan worden. Die kwaliteitsnormen die hebben we dan eigenlijk uit het Kido framework gehaald. En die hebben we geïnterpreteerd zodat we ze binnen Waterschap Limburg konden gaan toepassen. Daarbij hebben we er ook nog voor gekozen om ze te gaan labelen op prioriteit. Zodat je een beetje kunt zien waar je als eerste mee aan de slag moet. En dat hebben we gedaan volgens een Moskou-principe. Dus dat gaat volgens must have, should have, could have en won't of would have. En het resultaat daaruit was eigenlijk dat we een 53 kwaliteitsnormen kregen gelabeld volgens deze prioriteit. En daarbij hebben wij gekozen om alle kwaliteitsnormen die voortkomen uit wet en regelgeving, waar je eigenlijk aan moet voldoen, ook must-have te maken. Die willen wij eigenlijk gewoon hebben. En de andere hebben we should-have gemaakt, omdat we ze eigenlijk gewoon nog steeds belangrijk vinden om hieraan te voldoen. En deze 53 normen die zijn vervolgens geborgd in de beheertool van een kwaliteitssysteem, waarover later meer.
Ja, Marnik. Iemand vraagt, welke tools hebben jullie nog meer overwogen om eventueel te gebruiken naast Kidolite? We hebben nog gekeken naar Roden en ISO, volgens mij 9001, maar die weet ik niet zeker. Dat weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Ik meen dat het die was. Oké, okay, dankjewel. Ja, dan eigenlijk de volgende stap was de nulmeting. En die nulmeting dat had eigenlijk als doel om inzicht te geven binnen de organisatie van waar staan we op dit moment. En tijdens die nulmeting zijn eigenlijk de 53 kwaliteitsnormen die ze in de volgende stap zijn opgezet voor de eerste keer getoetst. En de bevindingen die eruit kwamen was eigenlijk ja, dat een beheertool Waterschap Limburg zou kunnen helpen bij de uitvoering van het kwaliteitssysteem. En een analyse en advies per individuele toetsingsnorm hoe te verbeteren of indien er eigenlijk al aan voldaan werd, ja, waren er misschien nog wel verbeteringen nodig of mogelijk, maar het zou ook gewoon kunnen zijn natuurlijk dat het voldoet wat er op dat moment is. Dus dat waren eigenlijk daar de belangrijkste punten. Dan gaan we door naar 5. En 5 was eigenlijk de keuze en inrichting voor het beheersysteem van het kwaliteitssysteem. En ja, het doel hiervan is eigenlijk een tool opzetten waarmee het mogelijk is eenvoudig je kwaliteitssysteem te beheren, zodat, ja, zodat het eigenlijk niet in de vergetelheid raakt. En daarvoor is ik gekozen om een SharePoint website op te zetten samen met Power Automate en Power BI als ondersteunende tools. En daarmee is het eigenlijk mogelijk het proces van kwaliteitsinformatiebeheer automatisch te bewaken. Doordat je notificaties kunt sturen wanneer bepaalde normen weer getoetst moeten worden naar medewerkers. Daarnaast kun je in het systeem eigenlijk je lijst met kwaliteitsnormen vastleggen ook direct. En kun je ook eigenlijk een historie min of meer bijhouden. Doordat je ja, eigenlijk de documenten van de vorige toetsingen ook borgt binnen datzelfde systeem. Vervolgens worden ook nog periodiek rapportages gegenereerd vanuit de tool. Daarvoor wordt eigenlijk Power BI gebruikt om je direct een inzicht te geven van waar staan we op dit moment. Nou, hier is eigenlijk de toetsingsworkflow te zien van het BS-systeem. Eigenlijk begin je dus begint het bij het systeem welke detecteert dat een norm een nieuwe toetsing nodig heeft. Wanneer dat is gedaan, wordt er eigenlijk een mail gestuurd naar de toetsingsafnemer en de controleur. Want we werken volgens het vier ogen principe. En daarnaast creëert het systeem automatisch een document gebaseerd op een template, welke vervolgens door de toetsafnemer ingevuld kan worden. Dan gaat kan je naar punt 2, dat vult eigenlijk de toetsafnemer de toetsing in. Dus die doet zijn onderzoek, bekijkt wat eruit komt en de bevindingen komen in een document. Waarna het systeem eigenlijk een controleverzoek stuurt naar de controleur, welke dan in stap 4 gaat bekijken of hij het eens is met de toetsafnemer of niet. En dan stap 5 kunnen eigenlijk twee dingen zijn. De controleur is het eens met de toetsafnemer, dan is eigenlijk de toetsing afgehandeld. En uit zijn toets kan dan eigenlijk komen van oké, okay, er wordt voldaan aan de norm of er wordt niet aan voldaan. Het kan ook zijn dat de controleur niet eens is met de toetsafnemer en dan zullen ze eigenlijk samen in gesprek moeten om te kijken ja, waar het verschil in mening zit. Ja, Marnik, ze vragen vanuit de chat waarvoor jullie Power Automate hebben ingezet of dat voor herinneringen is. Ja, ja, Power Automate zorgt eigenlijk voor een aantal om een aantal dingen binnen het systeem te kunnen automatiseren. Dus onder andere herinneringen versturen op het moment dat een toetsing uitgevoerd moet worden. Daarnaast het automatisch aanmaken van templates welke ingevuld kunnen worden. Power Automate triggert Power BI om het dashboard bij te werken. Daarnaast kan Power Automate ook eigenlijk status updates versturen, bijvoorbeeld naar de controleur. Zodra de eerste toetsafnemer zijn bevinding heeft ingevuld, dat de controleur aan de beurt is om zijn bevindingen te geven. Ja, en Eelco vraagt ook nog, hebben jullie ondersteuning gehad bij het compleet inrichten van al die applicaties die je net noemt? Of hebben jullie het allemaal in eigen hand gedaan?
Nee, dus hebben we allemaal in eigen hand gedaan. Nou, helder. Ja, eigenlijk hier zie je een eerste screenshot van het kwaliteitssysteem. Dat is ik de homepagina waar je opkomt zodra je deze opent. Dus de SharePoint site met links een aantal bibliotheken en lijstjes. En ja, groot in beeld zien het dashboard waar je direct inzicht ziet in van oké, hoe staan we op dit moment voor? Hoeveel normen zijn afgekeurd? Hoeveel kwaliteitsnormen? Hoeveel is goedgekeurd? Wat heeft toetsing nodig? En, enzovoort. Daarnaast, maar dat is hier niet direct op zichtbaar, zijn er nog twee andere tabbladen waar je inzicht krijgt in het aantal kwaliteitsnormen dat er aan zit te komen om getoetst te worden binnenkort. En een stukje historisch inzicht waarbij je per kwartaal ziet wat op dat moment de status was van de kwaliteitsnormen. Dus ja, die worden eigenlijk op het begin van elk kwartaal wordt die pagina bijgewerkt. En daarmee kun je eigenlijk je story aantonen of er een voortgang is in het verbeteren van je informatiebeheer. Doordat meer toetsingen worden goedgekeurd of dat er eigenlijk misschien wel een achteruitgang is. Ja, de tweede is eigenlijk een afbeelding van de lijst waar de toetsingsnormen in staan. Ja, die past er niet helemaal erop. Maar ja, eigenlijk wat je ziet is eigenlijk gewoon de lijst met alle toetsingen. En ze zijn ingedeeld volgens eigenlijk ook Moscow-principe, maar ook de kaders en kilo. Dus organisatie bijvoorbeeld en dan tactisch kader. En daarnaast staat er nog per norm een bronverwijzing naar Kido, zodat je eenvoudig kunt zien waar je meer informatie kunt vinden over de norm. Wat dan nog buiten beeld valt, is eigenlijk een linkje direct naar de template welke de toetsafnemer kan invullen voor zijn bevindingen over de kwaliteitsnorm. Ja, eigenlijk wanneer de laatste volgende toetsing is. Dat staat er ook nog in. Ja, eigenlijk de laatste stap was de organisatie inrichten voor het kwaliteitssysteem informatiebeheer. Ja, ik had er kort wat over gezegd, maar dat is dus gekozen voor een vier-ogen-principe. Waarbij dus een toetsafnemer is en een controleur. Ja, daarnaast eigenlijk de verantwoording van het kwaliteitssysteem informatiebeheer en het onderhoud is geborgen binnen het cluster IDM, informatiedata monitoring. Dit valt onder een stukje informatievoorzieningen. Ja, daarnaast wordt het kwaliteitssysteem regelmatig besproken binnen het CEO-overleg en het EO-overleg. Strategisch informatieoverleg, tactisch informatieoverleg. En ook is vastgelegd per kwaliteitsnorm nog wie de toetsafnemer werd en wie de controleur werd. En is er ook nog een escalatieprocedure ingericht wanneer kwaliteitsverbeteringen niet worden uitgevoerd. Dus wanneer je keer op keer eigenlijk bij zo'n toetsing constateert van oké, de organisatie voldoet niet aan de kwaliteitsnorm en er is ook geen verbetering zichtbaar. Ja, eigenlijk hoe nu verder? Toetsingen met betrekking informatieveiligheid, bio, zijn we eigenlijk ook gaan borgen binnen het systeem. Dat is eigenlijk afgelopen jaar juli-augustus gedaan. En we zijn nog in kijken voor een bredere inzet van deze tool. Bijvoorbeeld voor het opnemen van toetsingen rondom informatievoorzieningen en beveiligingsbeleid. Kun je denken aan autorisaties. Ja, en we kijken eigenlijk hoe we meer grip en zin inzicht kunnen krijgen op kwaliteit van informatiebeheer. Misschien wil ik daar nog iets aan toevoegen, Marnik. Het lijkt een heel moeilijk systeem, maar dat is het niet. Hè, op de vraag van, ja, hebben jullie dat zelf gedaan? Ja, dat hebben we zelf gedaan. En ja, we zien door de inzet van een jonge afstudeerder zoals Marnik, hè, die kunnen heel goed met die tooling zoals Power Automate en SharePoint werken. En die kunnen dat eigenlijk vrij eenvoudig opzetten. Dus het is ook nog niet dat je zegt, het is maatwerk. Nee, het is eigenlijk gebruik maken van standaard Microsoft tooling, waardoor je een praktisch kwaliteitshandboek krijgt. En dat is wat wij wilden. Wij wilden niet een document waar we bang waren van dat stoft en daar krijgen we weer niet de aandacht voor. Nee, we willen iets praktisch hebben waar we die organisatie ook mee in beweging gaan zetten om aan naar kwaliteit te werken. Ja. Nou, ik dank u voor uw aandacht. Ja, Laurent, zo snel ben je niet van ons af, want er waren toch nog wat vragen. Bijvoorbeeld, wat is nou doorslaggevend geweest om voor Kido te kiezen?
Ja, ik denk dat ik die het beste kan beantwoorden. Ja. Ja, daar hadden dus eigenlijk die zes zaken opgesteld van waar we naar keken. En een van die belang, of waar we toch wel wat waarde aan hechten, was dat Kido eigenlijk toch gemaakt is door de VNG onder andere en Unie van Waterschappen heeft er ook aan meegeholpen, speciaal voor overheidsorganisaties. En daarnaast hebben we ook bij andere waterschappen gevraagd van wat gebruiken jullie? En er kwamen ook toch een aantal waterschappen uit die ook Kido gebruikten. Dus er waren ook, ja, zie je eigenlijk toch wat samenwerkingsmogelijkheden eventueel. En het was eigenlijk ook geschikt om ons toch te helpen bij het kwaliteitssysteem vanaf de grond af aan gewoon op te bouwen. Gezien er gewoon echt helemaal niks was. Ja, en de vraag is ook bijvoorbeeld hoe jullie mensen opleiden. Is dat intern en zijn de toetsers ook interne collega's? Ja, de mensen zijn in feite intern en ja, wij nemen hun mee. Hè, door andere in het CEO-overleg heb je eigenlijk al de directieniveau erbij. We krijgen ook ondersteuning van HCL, Historisch Centrum Limburg, op gebied van hoe wij met onze archieven omgaan. Hè. En vooral de archieven die we niet openbaar hebben gemaakt. Dus daar kijken zij ook goed naar. En ja, wij zullen steeds meer ook op de werkvloer mensen gaan overtuigen van de zorg voor kwaliteit. En we helpen hun natuurlijk de eerste keer met zo'n toetsing, maar we zien dat dat ook wel vrij makkelijk aangeleerd kan worden. Ja, dan wordt er ook gevraagd hoe lang hebben jullie het systeem al in gebruik? We hebben het systeem nu dik een jaar in gebruik en we zien dat we steeds meer functionaliteit eigenlijk er zijn aan toe aan het voegen. Alle beleidsdocumenten op gebied van informatieveiligheid en wij krijgen eind van het jaar een audit op gebied van bio, dat krijgen alle waterschappen. Die zijn wij nu ook in borgen zodat we dat beleid ook met regelmaat gewoon up-to-date houden. En we gaan zelfs onze autorisaties van applicaties erin onderbrengen zodat we kunnen aantonen dat applicaties waar privacygevoelige informatie in zit, dat die ook met regelmaat getoetst worden tot daar de juiste mensen de juiste rechten hebben. Dus we gaan het steeds breder inzetten. Ja, ja, dat is helder. Nou ja, dat geeft ook misschien wel aan dat het dus inderdaad eenvoudig te gebruiken is. Want anders dan zouden we er al snel afscheid van nemen. Dan gaven jullie aan, hè, jullie hebben echt de shoots, dat waren de wettelijke eisen. Maar waren er nou ook nog veel koet en woethef binnen de organisatie? De wettelijke eisen, dat waren de must-haves. Daar hadden we gewoon echt zoiets van, daar moeten we aan voldoen. En de should-haves waren eigenlijk al de overige. Omdat we zoiets hadden van, we vinden ze wel dusdanig belangrijk dat we er gewoon aan willen voldoen. Dus daarom hebben we eigenlijk alleen must-have en should-have gebruikt. En hoeveel waren dat dan bij should-have in verhouding tot must-have? Dat heb ik zo niet paraat. Zou ik even kunnen opzoeken. Kan ik dat later nog even zeggen. Ja, en hoe hebben jullie die prio nog verder? Want waren er überhaupt, waren er ook wensen die jullie niet hebben meegenomen daarin? We hebben in het traject van Marneke, vanuit zijn hogeschool, hebben wij met een aantal informatieadviseurs hebben we daar een score op moeten aangeven, waardoor we uiteindelijk een prioritering zijn gekomen. Dus dat hebben we allemaal afzonderlijk gedaan om tot uiteindelijk een eindoordeel te komen. Ja, helder. Oké. Marnik, de vraag staat ook nog in de chat. Dus als je het antwoord hebt, kunnen we dat zo nog even intypen. Er zijn nog meer vragen, maar we gaan door naar de volgende spreker, omdat we ook op tijd willen afronden. Het is bijna een soort mystery guest geworden, Tom Kuipers. Wat jullie allemaal gemist hebben achter de schermen is dat het aan en uit ging. Maar uiteindelijk is het gelukt, dus we zijn heel blij dat we hem in de uitzending hebben bij deze. Tom, welkom. Goedemorgen. Dankjewel, Janice. Eerst even de check of mijn audio werkt. Jullie kunnen mij allemaal horen. Ik kan alleen even zien of ik mijn collega. Ja, dat is prima te verstaan. Zal het publiek mij ook horen? Dat is voor de eerste keer in mijn leven volgens mij dat ik als een soort duveltje uit een doosje kom. Maar goed, dat is ook, voor alles is er een eerste keer. Goed, zoals jullie al zeiden, mijn naam is Tom Kuipers. Ik werk als teammanager informatiebeheer en ben gemeentearchivaris bij de gemeente Alphen aan de Rijn.
Nou, net als vele andere gemeenten worstelen wij ook met de invoering van een kwaliteitszorgsysteem. Het is een van de redenen om deel te nemen aan de VNG-werkgroep, waar hier meerdere mensen van zitten. Maar ik wil het hier vandaag niet heel specifiek over Kido of Kido Lite hebben, maar iets vertellen over de wijze waarop Alphen aan de Rijn met een kwaliteitssysteem bezig is of probeert in te voeren. En het ook te plaatsen in een iets bredere context. Ja, daar moet ik wel eerlijk bij zijn, want veel van hetgeen wat ik hier vertel staat nog wel echt in de kinderschoenen. En een deel leeft ook slecht nog in de hoofden, zou je kunnen zeggen, van de mensen die ermee bezig zijn. Dus het is deels een praktijkvoorbeeld en deels misschien wel een soort pleidooi, als u mij toestaat. De achtergrond. De slide staat al in beeld, zie ik. Laten we beginnen bij de directe aanleiding. Even los van de archiefwettelijke eisen. In 2020 is er in opdracht van mij een archiefinspectie uitgevoerd in Alphen aan de Rijn. En hier kwamen we op zijn zachtst gezegd niet heel rooskleurig uit. Zoals een bestuurlijk verantwoordelijke het zei, we hebben een rode kaart gekregen. Nou, als je nou naar het rapport kijkt, dan zie je daar eigenlijk wel drie hoofdlijnen uitkomen. Eén is dat er onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden was in Alphen aan de Rijn. Dat het ontbreekt aan een heldere governance structuur. En dat er onvoldoende kennis is in de organisatie. Dus de professionele volwassenheid is onvoldoende, zeg maar. Als je dat dan afzet tegen... Oh, iets te snel nog, Younis. Ik ben nog niet helemaal bij slide 3. Als je dan even afzet tegen de oude zelf-evaluatieformulieren van Kido, dan zie je deze aspecten vooral terugkomen in de organisatorische inbedding. Denk daarbij aan vragen als, zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed beschreven? Of is er een opleidingsprogramma voor alle functionarissen beschikbaar? En onder governance zou je daar ook nog de stukken als strategisch informatieoverleg of de ingebedde kwaliteitszorg in de jaarcycli kunnen plaatsen. Maar dan raken we ook aan een punt waar ik zo dadelijk nog op terugkom. Het belang van houding, gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel. Zeg maar cultuur. Dat vang je niet zomaar of dat borg je ook niet zomaar in een systeem. Volgende slide alsjeblieft. Als we dan even naar de gevolgen kijken van dat rapport in Alphen aan de Rijn. Dan zou je kunnen zeggen dat wij eigenlijk onder verscherpt toezicht zijn komen te staan. Nou, ik plaats dat wel even tussen aanhalingstekens, want het zijn wel mijn woorden. Maar het betekende dat wij een verbeterplan moesten gaan opstellen. En dat de provinciearchivaris periodiek structureel geïnformeerd wil worden door de gemeentesecretaris over de voortgang. Dat verbeterplan is geschreven, er is ook geld beschikbaar gesteld. Ik zal daar niet te diep op ingaan. Maar de primaire projecten zou je kunnen zeggen zijn daar eigenlijk van. Nou, we gaan opstellen van een voorstel over de inrichting van de rollen, taken en verantwoordelijkheden in de Alphense informatiehuishouding. Dat is een stuk wat bij ons overigens bij het CIO Office is belegd. De transformatie van informatiebeheer DIF, dat is eigenlijk de DIF-club, maar het heet bij ons informatiebeheer. En het implementeren van een kwaliteitssysteem. Volgende slide alsjeblieft. Er zit een sterke samenhang tussen deze drie projecten, zou je kunnen zeggen. De huidige opzet, inrichting en rol van het team informatiebeheer past niet meer zo goed bij de behoeften van de organisatie. Er zal een verschuiving zijn van informatiebeheer. Om van toegevoegde waarde voor de organisatie te zijn, dient het team DIF te evolueren naar een eerste lijn. Van de eerste lijn operationeel naar de tweede lijn. Veel meer in de controle, monitoring, advies en een stuk toezicht. Kortom, een transformatie die zorgt voor nieuwe rollen en verantwoordelijkheden met een grote nadruk op kwaliteit. Volgende slide alsjeblieft. Om even in oude termen te spreken, de DIF wordt eigenlijk verantwoordelijk voor de opzet, het bestaan en de werking van het kwaliteitssysteem. Maar de kwaliteit van informatie en ook het informatiebeheer in het proces is een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Dat wordt nog heel vaak naar de DIF geschoven, maar het is echt van de proceseigenaar. Dat hebben wij ook zo vastgelegd. En die proceseigenaren die kunnen die kwaliteit in de gaten houden aan de hand van een door ons gehanteerd systeem. Nou, welk systeem is dat dan? Volgende slide alsjeblieft. Ja Tom, als ik nog een vraag door mag stellen. Je bent lekker op gang, dus dat is geen enkel probleem. Je zegt inderdaad, hè, het is duidelijk die scheiding, hè, van de eerste lijn naar de tweede lijn. Ja. Hè, die verantwoordelijkheid ligt ook bij die proceseigenaar. Ja. Is dat nou echt een idee van jullie of is dat ook echt wat zo gehanteerd wordt? En werkt dat ook? Voelen proceseigenaren zich ook verantwoordelijk? Om dat laatste meteen te beantwoorden, nee.
Dat is nog wel echt een weg. Ja, werken jullie ook zo? Het is wel zo vastgelegd, maar het is nog wel een beetje een, nou, ik zou bijna zeggen, een papieren tijger, een papieren werkelijkheid. Dat is waar wij nu heel erg aan werken, zeg maar. En daar kom ik later op mijn verhaal nog wel even op terug. Want dat vergt gewoon heel veel inzet van DIF en heel veel meer verschuiving naar de voorkant. Maar daar vertel ik zo meteen nog wel iets over. Dus ja, we zijn ervan overtuigd dat dit het is. Het is op directieniveau ook wel zo vastgelegd. Maar ja, de werkelijkheid is weer barstig, dus daar moeten we echt nog wel mee aan de bak. Oké, dankjewel. Ja. IBA Framework. Nou, er gaat heel veel tijd zitten in het opzetten en het bestaan van een systeem. En als het dan eenmaal staat, moet je de werking natuurlijk ook goed borgen. Dus we zijn eigenlijk gaan rondkijken naar de markt, of er niet een systeem is wat ons werk lichter zou kunnen maken. Nou, wij kwamen daarbij uit bij VHIC's Informatiebeheer en Archief Framework, oftewel het IBA Framework. Voor de duidelijkheid, ik heb geen belang in het bedrijf en ik ga ook niet een hele demo houden of het verkopen hier. Ik wil vooral even aangeven waarom wij dit hebben aangeschaft en wat het voor ons betekent. Nou, met de implementatie van het IBA Framework, het uitvoeren van de controles die daarin zitten en het rapporteren erover, voldoen we, zou je kunnen zeggen, aan artikel 16 van de archiefregeling. De vraag is natuurlijk wel of dat het ultieme doel moet zijn. Het systeem is zo ingericht dat proceseigenaren verklaringen afgeven over de archiefeisen die voor hen relevant zijn. Aan de hand van alle informatie die we dan verzamelen, kunnen we rapporteren op basis van verschillende eisen en normen. We hadden het net al even over Kido, maar in principe kunnen wij in dit systeem, als we alle informatie verzameld hebben, ook rapporteren op basis van de archief-KPI's, Rodin of Kido. Daar kunnen we een keuze in maken in de rapportages. Overigens moet je het systeem niet zien als een one size fits all, maar binnen het raamwerk zijn er ook mogelijkheden om op de lokale situatie toe te spitsen, zeg maar. Volgende slide alsjeblieft. Even een heel klein voorbeeld. Ik heb een aantal screenshots even opgenomen hier in deze presentatie. Maar ik ga niet het hele systeem presenteren. Maar ik wil wel even aangeven wat in de kern het systeem doet, zeg maar. Nou, als voorbeeld neem ik dan even het budgetinformatiebeheer. Volgende slide alsjeblieft. De verklaring die hiervoor moet worden afgegeven is eigenlijk vrij simpel. Er worden voldoende financiële middelen voor de uitvoering van het informatiebeheer en het eventuele toezicht daarop ter beschikking gesteld. Degene die daarvoor verantwoordelijk is, moet hiervoor een verklaring afgeven. Dat zijn proceseigenaren over het algemeen. Voldoen we wel, gedeeltelijk of niet? Dat kan natuurlijk ook per organisatie verschillen. In het systeem zien we wie er verantwoordelijk is voor het afgeven van de verklaring, wat de basis is voor deze verklaring. Denk daarbij aan de normen, eisen, wet en regelgeving. En wie er bewijzen moet aanleveren voor de verklaring. Het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe de organisatie is ingericht. Maar het kan zijn dat het afdelingshoofd verantwoordelijk is. Maar hij of zij zal waarschijnlijk niet de persoon zijn die ook daadwerkelijk de bewijzen aanlevert. Dat is dan toch vaak wel iemand die wat dichter op het proces zit. In dit geval een teamleider. Nou, mijn naam staat hier genoemd. Dan moet ik er wel bij zeggen dat wij in Alphen aan den Rijn geen afdelingshoofden meer kennen. Maar dat is een heel ander verhaal. Er staat ook nog wat toelichtingen bij, dat zie je hier even niet in beeld. En er wordt gevraagd om bewijs. Volgende slide alsjeblieft. Bij de benodigde bewijsstukken staat welke stukken dienen als bewijs. Een bewijzer kan ze toevoegen of naar de locatie verwijzen, zeg maar, waar zo'n bewijs dan staat. Nou, in dit geval zie je dat het om een begroting en een informatiebeleidsplan gaat. Nou, in de basis is dit eigenlijk hoe het systeem werkt. Volgende slide alsjeblieft. Nou, waarom hebben we nou voor dit systeem gekozen? Wat voor ons bepalend was, is dat de inhoud wordt onderhouden door een professionele redactie. Dit betekent eigenlijk dat we altijd up-to-date zijn, zonder dat we daar zelf heel erg veel tijd in hoeven te steken. Daar betaal je uiteraard wel voor. En ik zeg hiermee ook niet dat dat ons ontslaat, zeg maar, van het opdoen van de nodige kennis. Want kennis blijft in de organisatie natuurlijk wel gewoon heel erg belangrijk. Maar we hoeven echter niet die vertaalslag constant te maken naar het systeem en het systeem daar up-to-date houden. Dit betekent voor ons eigenlijk dat wij de focus veel meer kunnen verleggen naar zaken die in mijn optiek of onze optiek cruciaal zijn voor het slagen, namelijk draagvlak, kennis en acties. Meten is weten, maar weten is nog niet, staat nog niet gelijk aan verbeteren. VHIC schrijft dat hun systeem de gehele PDCA-cyclus omvat, dus plan, do, check, act. Maar ik denk dat het laatste aspect, act, daar nog niet echt in zit. Het systeem legt de stand van zaken bloot,
Maar de verbeteracties die eruit voortvloeien, zullen we toch echt zelf moeten oppakken. Het systeem geeft hooguit aan welke acties bij de constateringen horen. De vraag is natuurlijk ook of een systeem daar überhaupt voor geschikt is. Of dat kan doen. Volgende slide alsjeblieft. Ja, Tom. Ik breek gewoon weer in. Hè. Ja, dat is zo eenmaal. Er zijn toch gewoon vragen. Even kijken. De vraag is inderdaad, zijn er tijdens de invoering van het kwaliteitssysteem niet heel veel commentaren geweest betreffende de toename van de hoeveelheid werk? Ja, die is heel herkenbaar, ja. Ik moet wel zeggen dat we nog midden in het proces zitten. Daar kom ik zo meteen ook nog op. Dus het is nu niet over de hele organisatie uitgezet. Maar ja, dat is zeker een discussie. En dat past ook in de discussie van de verschuiving van DIF en verantwoordelijkheden, zeg maar. Waarbij we zeggen van, joh, verantwoordelijkheid voor archivering, om het woord maar even te gebruiken hier, ligt in het proces. Ja, dat stuit op heel veel weerstand. Omdat ze vinden dat het heel erg een dingetje van DIF is, zeg maar. En zij zien heel veel werk op zich afkomen. Dus het eerste wat ik altijd hoor is, Tom, leuk, maar krijg ik ook een FTE bij? Nou, daar ga ik dan niet over, maar dat is wel wat ik vaak op mijn bordje krijg. Dus ja, dat is heel herkenbaar. Ja, en dan hebben jullie, wat ik hoor je zeggen, het is best een prijzige manier om in te voeren. Hoe hebben jullie uiteindelijk de handen op elkaar weten te krijgen binnen de gemeente om het op deze manier te gaan aanvliegen? Nou, ik kom daar zo meteen nog wel even op terug in het stukje lessen wat ik heb. Maar eigenlijk was er niet heel veel nodig. Maar we hadden de urgentie van een slechte rapportage en een provincie die op onze nek zit. En dat klinkt een beetje negatief, maar dat is wel zo. En dat werkt wel in de aanschaf van dit systeem. Maar daar zitten nog best wel wat haken en ogen aan. Dus het is gewoon echt, het heeft met de urgentie te maken. Helder. Overigens kun je je ook afvragen, wij hebben daar niet, daar zou je een business case voor moeten doen, maar ja, het kost geld, maar je kunt je ook afvragen en niks ten nadele van andere mensen die het anders doen hoor. Maar het zelf zeg maar ontwikkelen kost natuurlijk ook heel veel tijd en in indirecte zin ook geld. Dus je kunt ook een afweging maken in een business case van wat is handiger. En dat is voor elke organisatie een afweging die ze zelf moeten maken. Duidelijk, dank je. Goed, organisatie. Schakel ik even terug naar het begin van mijn verhaal. De organisatie moet er namelijk wel klaar voor zijn om zijn systeem ook met zo'n systeem te gaan werken eigenlijk. Kido besteedt bijvoorbeeld aandacht aan de organisatorische inbedding om de kwaliteit van informatiebeheer te verbeteren. Kortom, je meet hoe de organisatorische inbedding is geregeld. Paradoxaal genoeg ben ik wel een beetje van mening dat we juist eerst, of in ieder geval parallel aan de invoering van een kwaliteitssysteem, moeten werken aan de organisatorische inbedding. Kortom, als we eerst een systeem moeten implementeren om tot de ontdekking te komen dat de organisatorische inbedding niet goed is, zijn we eigenlijk ook al te laat. Bij Kido Light wordt er wel aandacht besteed aan draagvlak en maatwerk, dat weet ik. Maar ik denk dat we nog wel iets verder zouden moeten gaan. Het kwaliteitssysteem gaat in mijn optiek nog heel erg uit van de rechtmatige overheid. Oftewel sturen vanuit kaders. Bouwsteen blijft belangrijk, maar je ziet ook een ontwikkeling naar een netwerkende of responsieve overheid. Denk bijvoorbeeld aan ketensamenwerking of de omgevingswet met een focus op gebiedsgericht werken. Gek genoeg zie je dan, en dan heb ik het vooral over onze organisatie, een verkokering ontstaan in de organisatie. En een beetje in een clash, en ik chargeer een beetje, tussen gele en blauwe mensen. Ofwel de mensen die meer aan de kant zitten van de creativiteit en de structuur. En de mensen die meer aan de kant zitten van de structuur en ordening. Ik denk dat Alphen aan den Rijn een redelijk gele organisatie is. Maar er zijn collega's die daar ook anders over denken. Dus die discussie zal ik hier niet voeren. Maar we zullen cultuur en de manier waarop we kwaliteit meten wel moeten matchen, denk ik. Anders kunnen we van alles constateren, maar zal de actie niet het beoogde effect gaan hebben. Let wel, ik pleit niet tegen een kwaliteitssysteem, als dat wettelijk gezien al zou kunnen. Maar als we in Alphen aan den Rijn iets geleerd hebben, dan is het wel dat we zo'n systeem niet zomaar kunnen uitstorten, zou ik bijna zeggen, over een organisatie heen. En dan wordt er natuurlijk gezegd, ja, je moet draagvlak creëren, Tom. Maar wat is draagvlak dan eigenlijk? In veel gevallen behelst het volgens mij vaak niet meer dan informeren of bewust maken. En in mijn optiek is dat nog niet genoeg. Ik hoorde het Martijn Aslander onlangs ook nog in een KNVI-webinar zeggen. En ik denk dat we de focus veel meer moeten verleggen. Ik neem de woorden van Martijn een beetje ruim. Van regels en documenten naar mensen. Het gedrag, de houding, de kennis van mensen en de waarde die mensen hechten aan informatie in de organisatie is cruciaal. Als waarden clashen, dan gaat een kwaliteitssysteem alleen daar geen verandering in brengen of geen verandering in die kwaliteit brengen. Het gaat dus wat mij betreft niet alleen over het wat en hoe, maar vooral ook over het waarom. Dan keer ik weer even terug naar Alphen aan den Rijn.
Want daar past in de verhaal, dit past wel in het verhaal in mijn optiek van de verandering van DIF, de transformatie die DIF moet doormaken. Het brengt de DIF aan de voorkant van het proces. Nou, dat is al bijna een cliché geworden, maar in de praktijk zie je dat nog niet zo heel vaak gebeuren. Ook in Alfa aan de Rijn niet. Dat is overigens geen waardeoordeel. De nieuwe DIF werkt aan monitoring en controle, maar gaat ook de organisatie in, naar de voorkant en adviseert. Die nieuwe DIF'er moet niet alleen kunnen uitleggen wat we doen en hoe we het doen, maar ook waarom we het doen. En dat gaat verder dan verwijzen naar wetgeving, maar geeft de waarde van informatie aan voor individuen, de organisatie als geheel en misschien ook wel onze burgers. Want daar doen we het uiteindelijk toch wel voor. Het voert te ver om in te gaan op al die kennis en competenties, maar ik neem aan dat iedereen wel begrijpt dat het wel iets meer vergt of een andere rol is dan de gemiddelde DIF'er, een beetje gechargeerd misschien, nu uitvoert. Maar op deze manier hopen we wel met DIF bij te dragen aan de juiste bodem van kwaliteitssysteem en kwaliteit te laten floreren. De lessen. We hadden het net in de vragen ook al heel even een beetje over. Maar een van de lessen die we wel geleerd hebben, er was urgentie, we konden snel een systeem aanschaffen. Maar tegelijkertijd kun je ook wel zeggen, eigenlijk zijn we te snel gegaan op het aanschaffen van een systeem. In onze haast snel verbeteringen aan te brengen in informatiehuishouding, naar aanleiding van de archiefinspectie ook, hebben we een systeem aangeschaft dat ons moet helpen. We zagen dat het opzetten van een kwaliteitssysteem wel heel veel tijd kost. Ik zie ook de verhalen van onze collega's juist. Hoewel het net ook wel iets anders gezegd werd. Maar, en dachten met het IBA-framework die tijd als het ware een beetje te kunnen kopen of in te lopen. Je kunt wel een systeem aanschaffen en opzetten. Maar als je aan de voorkant niet voldoende nadenkt over de werking ervan en hoe het in onze specifieke organisatie ingezet kan worden, dan zal het wel moeilijk worden. Daar komen wij nu eigenlijk gaandeweg ook wel achter. Ik pleit daarmee niet tegen het IBA-framework, want het systeem helpt ons wel degelijk. Er komt alleen veel meer bij kijken dan wat we van tevoren hadden ingeschat. Een tweede is ook, breng de informatiecultuur in kaart. Nou, dat klinkt heel erg groot, maar ik denk dat de grootste winst op het gebied van kwaliteit is te halen door je organisatie goed te kennen. Hoe gaan wij met informatie om? Welke waarden hechten we aan informatie en het beheer ervan? Dat is geen eenduidig verhaal. Een kwaliteitssysteem helpt door vooral in kaart te brengen wat fout gaat en hoe we dat kunnen verbeteren. Maar besteed in mijn optiek weinig aandacht aan het waarom en de onderliggende cultuur die mede van invloed is op de kwaliteit van informatie en informatiebeheer. En als ik het dan over het waarom heb, heb ik het niet zozeer over de wet. Met de archiefwet aan zich gaan we mensen niet overtuigen en verandering teweeg brengen. Ik mag aannemen, of ik hoop in ieder geval, dat we die les inmiddels wel geleerd hebben. Een systeem is ook een middel en geen doel. Dat is misschien wel een dooddoener, maar niet minder waar. Het doel is natuurlijk kwaliteitsverbetering. Maar daar heb je meer voor nodig dan een systeem. Wellicht ook een cultuurverandering. En ook dat ga je met een systeem aan zich alleen niet bereiken. En als je dan een systeem aanschaft, zorg ervoor dat je het systeem kunt aanpassen naar de behoeften en wensen van de organisatie. Het mag niet een vaste mal zijn, zeg maar. Er moet een match zijn tussen cultuur en systeem. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat als de behoefte niet door de organisatie wordt gevoeld, er ook geen kwaliteitssysteem hoeft te komen. Nogmaals, wij geloven op zich wel in een kwaliteitssysteem. In Alfa aan de Rijn betekent het eigenlijk dat wij heel, dat haakt er een beetje aan op een vraag eerder ook, dat we heel kleinschalig zijn begonnen. We pakken zo'n 5-tal tot 10-tal processen met één en dezelfde proceseigenaar en gaan daar eerst eens even goed mee oefenen hoe zo'n systeem werkt voor ons. Tegelijkertijd bouwen we... Oh, sorry. Ja, sorry toch. Nou, nee, ik zie gewoon aan de tijd dat we door onze tijd heen zijn. Ja, het is gewoon verschrikkelijk, Tom. Er zijn in de chat zeker nog vragen. Die gaan we zo direct beantwoorden. En die krijgen jullie als fysiek nog nagezonden. Dat geldt overigens ook voor het webinar en de vragen en antwoorden die hier gesteld zijn. Allemaal te vinden op kia.pleio.nl. Op het forum VEG kunt u over dit onderwerp meer discussiëren met collega's. Dan hebben we een boekje uitgegeven dat heet Grip op informatie, waarin gemeenten antwoorden geven. U kunt één of meerdere boekjes bij ons bestellen en dan sturen we die naar u op. Fijn om aan de hand daarvan het gesprek in de organisatie aan te gaan. Dan vindt u nog meer informatie bij Grip op Informatie. We vragen u alvast in de agenda te kijken of u vrij bent tussen 7 april en 14 april volgend jaar. Want dan kunt u hem alvast vastzetten voor de 5e week. Dank u wel voor uw aandacht vandaag. En de evaluatie wordt nog nagezonden. En tot de volgende keer.